Bubbly. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag gaan we dit fitness ding uitproberen. Dit is een soort van trilplaat, hè? Ja, klopt. Je gaat erop staan, dan moet je, zit er een afstandsbediening bij, zoals jullie misschien kunnen zien. En daarmee moet je hem denk ik begeleiden, denk ik. Ja, we gaan hem gewoon opmaken. Ja, we hebben deze gekocht bij... De Lidl. Bij Lidl, daar staan er nog één, volgens mij. Oeh, dus als je ook even wil hebben, moet je rennen naar de winkel. Ja, want er staat er nog maar één. Hij kan nu ook al verkocht zijn, natuurlijk. Ja. Was er maar één kleur of waren er meerdere kleuren van? Nee, het was alleen alleen deze. Oké, gaan we even wachten. Wil je zwart-witte, dan ben je op de goede... Maar misschien is die al weg. Maar op de zijkant zie je ook allemaal voorbinden met touwtje. Dus zie je hier ook een touwtje. Oh ja, er zit een touwtje bij. Ja. Ik wil hem zo openmaken of even een schaartje hebben. Nee, ik moet even een schaartje. Zo, tadaa, hebben we een schaartje. Ja. Zo, ik ga een beetje aan de kant, dat is best wel een scherpe schaar. En ik kan uit elkaar vallen trouwens. Zo. Oh, er zit nog allemaal haarschuim. Best wel een duur ding natuurlijk dit. Nou, eigenlijk bij dingen waar je dingen op een website... Kost dit wel wat duur hoor, dit ding. Moet je hem openmaken? Ja, gaat hoor. 3, 2, 1, go! Oké. Zien we nog niks? Oh, ik zie hier wel folie. Is dat een plasticje? Ja. Wow! Oké, dat is een kat. Oké. Het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is natuurlijk een gebruikswijzing. Ja. En ik zie hier een afstandsbediening met batterijen. Okay. Dus die doen we er ook zo in. Nou, het springtouw. Die zie ik eens. Ik weet niet wat het precies is. Nog weer bij. Oh, het is zacht. Ja, hier. Hebben we er 3 of de 4? Nee, dit is een kabel. Oh, dit is een stroomkabel. Oké, 3, 2, 1. Moet je pakken. Ook even. Ja. Dit is een handgever. Zo, dit is best zwaar. Oh, joh. Ja, weer een doos maken. Dus dicht bij elkaar heb je rustig. Die gaat al sneller en die gaat heel hard. Oké. Okay. Nou, laten we maar wat rustig beginnen. Ja, ik ga eens even de troep naar buiten. Ga snel. Oké, zullen we dan even alles openmaken? Ja. Die naar buiten. Die, hop, die naar buiten. Zo. Oké, dit hoeven we niet met de schaar te doen. Dit is super handig om er een zakje omheen. En ze zijn ook geliefd. Ja, dat was ook bij jou. En dat is bij Elke gelukkig. Okay. Hoeven de zakjes niet kapot te scheuren? Nee, oké. Oké. Die batterijen die zitten nog even in een zakje. Kan je het open klikken? Ja. Ja. Dat is een kippertje. Gelukkig geen schroeven uitgekregen. Zo, wat geluid is. Kijk. Hier hebben we touw, jongens. En lesjes. Dat is dit. Touw. Dat is één. Ziet er heel apart uit, dit touw. Kijk. Ziet er heel apart uit, kijk. Oké. Is het apart aan? Nou. Oh ja. Ziet er niet helemaal uit. Ja, dat hoort denk ik zo. Dat je handen vast zitten misschien. Hier hebben we die andere, die ziet er precies hetzelfde uit. Oké, hier de stroomkabel. Wat? Gaan we even kijken hoe ze vast moeten zijn. Oké, die ook in dit zakje. En dan die even eruit. Oh, staat hier veel oefeningen in en dat is goed. Oh, dit moet een driehoekje worden. Dat moet zo. Kijk, zo. Oh ja, dan kan je natuurlijk beter vasthouden. Ja. En nee, doe het haakje. Even. Aan de buitenkant zit een haakje. Dan moet je hem aanhaken. Oké. Zie je? Ik zie wel iets. Dat is zilveren haakje. Zilveren haakje. Daar kun je hem aanhaken. Ik zie niks zilvers. Jawel. Als ik het heb, aan die kant heb jij het, van deze kant ook. Ja, nou, dat zeg ik al wel. Oh ja. Hier achter.
zag ik even niet zitten. Nee. Oké, de touw is echt heel kort. Ik ga hem natuurlijk vast. Gaan we hem hier vast. Oh ja, hier zit hij dan wat. Ja, daar zag ik hem zo zitten. En mijn kant niet. Zo, die zit. Zitten allebei de touwen vast. Alleen dit ding niet nog. Hoe zit dat? Weg onze schrift trouwens. Ja, dat gebeurde ook zo bij mij. Ja, maar ja, ze kun je gewoon goed doen. Dan moet je een beetje. Kijk, ik ga aan mijn kant zitten. Ik heb toch gesponnen? Goed. Oké. Wie? Oh. Ja, lijkt me wel handig. Dat is wel. En ga dat niet doen. Zo. Nou, ga ik maar zoeken. Oké. Je moet ook ergens daar zitten, denk ik. Oh, ik zie hem al. Er zit hier ook nog een aanknopje. Ook nog? Dus ja. We hebben hierboven op een aanknopje en daar hebben we ook een aanknopje. Ja, maar misschien werkt hij niet zonder dat ding. Misschien komt daar een lichtje te komen dat hij... Oké. Schakel. Oh, het zegt zelfs Nederlands. Dat is makkelijk. Oh, dat is makkelijk. Laten we... Oké, hij zit in het stroom. Oké. Zal ik hem aanzetten? Ja, doe maar. Oké. Wow. Oké. Dat ligt aan de hand. Wat zien we nu? We zien een knopje. Ja. Een tijd 10 minuten. We hebben een programma speed knopje. En we hebben een power knopje. Oké. En waarschijnlijk een... afstandsbediening. Kijk, dat werkt. Ik kan de tijd korter zetten. Dus als je korter wil, dan kan je dat ook. En ik kan de snelheid. Nog niet. B1, B2. Laat het maar met... Oké. Ja, even kijken wat ze verschil is. Is heel snel. Ik ga hem gewoon even aanzetten. Los. Ik spreek, want wat is P1? Wat gaat hij dan doen? P1. Nou, het is een hele uitgebreide gebruiksaanwijzing. Waar we allemaal voorzichtig moeten zijn. Uitkijken voor je handen en voor je voeten. Ja, ik denk voor je ding met je handen. Ik ga gewoon P1. Start. Start. Dus dan moet ik er gewoon op gaan staan. Nou, goed ja. Oké, hou je even vast. Oké, er gebeurt toen niks. Nee. Oh, jongens. Ik ga niet op de snelste staan. Oké, wat ze nu zegt. 5 km/u. Jongens, 9. Doe je voeten uit elkaar? Iets een klein beetje, daar ja. Oké, nu sneller. Nog sneller, moet je naar buiten. Ik zei altijd trillen. Oké, ik ga weer naar het midden. Oeh, rustig hier. Zo, ik zit nu al te zweten. We zijn pas net begonnen. B2? Wat is B2? Ja, dat is gewoon niet uit. Wacht, misschien moet ik af. In het boekje staan allemaal standjes, hè? Oké, je kan ook liggen, maar...
ik hem omhoog houden, anders hou ik niks meer aan meteen. Terug alles naar beneden. Ja, dat zat ik ook een beetje. Oké, ik ga een stand. Ik heb een stand in mijn hoofd. Jij hebt een stand in je hoofd. Mag ik eens? Ja, dan moet je weer zo stil zetten, anders kan ik hem niet af. Oké. Oké. Ik ga. Deze doen. Zet je voeten. Ja, voet aan de andere kant. Op de andere kant. Ga je even een handje draaien. Ja. Oké, zet maar aan. Zo is die. Moet ik die touw vasthouden? Ik ben niet zwaar genoeg. Ben ik? Was het zwaar genoeg? Ja. Oh, dit is raar. Ik ben blij dat we die touw erbij hebben. Ik ga iets groter zitten, dat kan natuurlijk niet. Daar gaat niet. Je tenen trilt.
En je... Op zich is het geen verkeerd iets, dit. Ik voel het heel gek, dit. Weggeven. Maar ik moet wel zeggen dat ik morgen denk ik ontzettend spier aan te hebben. Dus ik voel al die spieren helemaal zo doen. Je voelt helemaal... Ja, ik heb nu een beetje pijn in mijn benen. Ja? Je voelt ze al een beetje trekken. Nou, ik weet niet eens of ik die minuut afhaal. Of dat lukt. Oh, gelukt. Ik heb gehaald. Oké. Okay. Jij proberen? Het is zo jong. Het voelt wel heel raar, dit. Want je gaat de hele tijd heen en weer. Oké. Okay. Een minuut wanneer die sneller gaat. Ik vind het wel fijn dat je meerdere standjes wilt doen. Dus als je sneller gaat, kan je... Ja? Kan niet. Zo, dat ging niet bijna. Oké. Okay. Oh, daar gaat hij. Ja, goed doorzakken, hè, Marie? Zo. Ja. Dat is pittig, hè? Ja. Dat hele minuut vol te houden. Wel heel raar voelen, denk ik. Ik vind wel dat hij heel stil is. Ik had bedacht dat hij misschien wel heel veel herrie zou maken op de vloer. Ja, maar dat, maar dat vond mij. En dit maakt ook niet zo heel veel herrie. Want hij hoort alleen maar een beetje, ja, wasmachine. Ja, dat valt mij. Ja, het is een wasmachine. Het gaat op zich niet hard. Het is wel fijn eigenlijk. Oh. Dan gaat hij al. Oké. Okay. Wat hebben we de volgende? Snelst. Alles beweegt, hè? Maar die touwen bewegen ook. Het is het langzame standje toch nog? Ja. Het is nog langzaam standje. Ja. Oh, ik voel al dat vet van mijn benen helemaal. Hoe moet je voelen? Zo jong. Moet je van de voorkant of van de binnenkant? Moet je daar voelen? Daar, ja. Is het over? Is het over? Ja. Oh ja, ja. Hij gaat nu op z'n aller snel. Ja. Oh, jongens. Hier ga ik ook zitten. Oh. Wat is er? Is niet gewoon hoor, dit. Oh. En dan moet je de hele tijd voorbij. Oh. Oh, zeker. Morgen hebben we met z'n tweeën spierpijn. Oh, dit is heftig, jongen. Oh. Oh, wie zit er helemaal stuk weer om zo'n ding te kopen? Oh, ik ga vanavond niet meer te hard lopen. Oh, dat hoef je nooit meer. Je bent niet in huis. Oh, wil jij eens proberen zo? Ja. Oké, zou ik op snelst? Wow. Oké. Klein beetje. Oh, mijn buik. Klein beetje knieën buigen. Oh, mijn buik. Oh, mijn buik ging helemaal trillen. Mijn buik. Wacht maar, dat het zo meteen hard gaat. Oh, mijn buik. Als het niet gaat, zet je voeten gewoon dicht bij elkaar, hè? Ja, doe ik ook. Oh. Gaat hij op het snelst? Bijna. Oké, dit is wel snel genoeg voor mij. Het lijkt net alsof ik... Het zit er helemaal... Keihard ren. Wow. Zo'n deuk in je benen. Ja. Auw. Je voelt echt zo'n deuk in je benen. Alsof er iets tegenaan komt. Het lijkt net alsof je naar voren rent als je zo kijkt, hè? Maar jij schaadt ook naar voren met je scooter. Ja, daarom lijkt het misschien dat ik naar voren ga. Ik moet mama ook eens proberen, jongens. Nee, gewoon niet. Oh, jongen. Zo, mijn rokje. En is die langzaam toch weer? No. Het gaat ook best wel snel eigenlijk. Als je gewoon recht staat. Nee, het staat nu 30. Is het nu het lage standje? Oh. Hier. Zo. Zo.
Dat ook nog zo, hè? Die hadden we net al gedaan, hè? Nee, ja, dat klopt. Maar, er staan vetblaadjes. Doei! Doei!
Boom, 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 boom